We zijn hier in het informatiecentrum, Punt Centraal heet het. Het is het informatiecentrum rondom de verbouwing van Rotterdam Centraal. En de andere projecten die daarmee samenhangen. Het grote project waar we veel communicatie over doen is Rotterdam Centraal. Dus dat is de stationshal en de overkapping, nieuwe reizigerspassage. Eigenlijk het hele pakket, dat heet de OV Terminal. Andere projecten waar we ons samen mee bezighouden zijn de Kruispleingarage, de herinrichting van het WENA, Rotterdam Central District en de WENA-tunnel die recentelijk is aangelegd. Wat voor vervoersmiddelen zijn er in Rotterdam Centraal? Leuke vraag. Een hele hoop. We hebben onder andere de trams, de bussen, de metro, / Randstadrail, treinen en dan hebben we intercity's, sneltreinen, stoptreinen, van alles. Even kijken hoor. De HSL, niet te vergeten, die hier stopt. En de Thalys, de internationale trein. De benenwagen natuurlijk, mensen kunnen... het station is ontzettend ingericht op voetgangers. Fietsen die gestald kunnen worden. 5300 aan de voorkant, 1300 aan de achterkant. Een kruispleingarage voor auto's. Op dit moment wat leuk is om te bekijken is natuurlijk de constructie van de stationshal. Dat is, je ziet echt een geraamte van hoe dat gebouw eruit komt te zien, dus dat is heel mooi. Wat leuk is om te bekijken is, er zijn 7 punten waarop de constructie rust. Dus dat is het punt als je de constructie hebt. Je moet je voorstellen dat het echt gaat om duizenden tonnen aan gewicht. Al het gewicht moet naar de grond. Dus je hebt een aantal punten, dat zijn er 7. 2 kan je heel goed zien. Daar rust de constructie op. Dus dat is heel leuk om dat te bekijken. Dat is de 2 punten die ik bedoel.